Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we wekelijks doornemen wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, het waren een paar heftige weken. Een aantal volkswijken in Nederland waar rellen uitbraken. Ja. Met verschillende redenen. Wat is jou daar eigenlijk aan opgevallen? Nou, allereerst dat de autoriteiten toch wel moeite hadden om de orde te handhaven. En mede ook omdat bestuurders het niet eens leken of terughoudend leken. Met name in Utrecht heb je dat gezien. Om er gewoon vol in te vliegen en hard in te grijpen. Je ziet Utrecht zit een lokale burgemeester van GroenLinks. En het wordt nu allemaal ontkend, want het is zogenaamd een besluit van de driehoek. Maar in de pers kwam dat ook, dat zij aanvankelijk op die eerste railavond heeft tegengehouden dat de politie hard zou ingrijpen. Omdat zij een confrontatie tussen railschoppers en politie, linkse politiek, verband leggen met Amerika, met de Black Lives Matters. Waar de hele politie ook onder het vergrootglas ligt. Dus daar was een bepaalde terughoudendheid. Terwijl je in Den Haag zag dat die hebben waarschijnlijk met die Schilderswijk al tientallen jaren ervaring, dat daar de politie toch wel vrij snel optrad. Maar die hebben ook een andere burgemeester. Daar zit een VVD'er, Jan van Zanen. Je hebt hetzelfde, die terughoudendheid gezien in Amsterdam. GroenLinks burgemeester met de bekende demonstratie op de Dam, waar ook niet werd gehandhaafd, want het was te belangrijk. Daar werd achteraf ook gezegd, nee, het is een besluit van de driehoek. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de politieke kleur van de bestuurder op dat moment, of dat nou in Utrecht is of Amsterdam, enige invloed heeft op de doortastendheid waarmee de orde wordt gehandhaafd. En wat zit daar dan achter? Dat is slechts gissen. Alleen wat ik zei, een partij als GroenLinks, waar dan twee bestuurders hier een hoofdrol spelen, lijkt toch huiverig op zulke momenten om gewoon de orde te handhaven op een manier zoals je dat hoort te doen. Namelijk als mensen rellen schoppen, dan moet je gewoon met de politie ingrijpen. Dan moet je de ME inzetten. En dat was ook de klacht bij de frustratie in Utrecht bij veel agenten. Die zeiden, wat zijn we hier nou aan het doen? Het is dweilen met de kraan open. De mensen worden opgepakt door ons. We staan in een mum van tijd, staan ze weer op straat. Ja. De ME is te laat ingezet. We weten ook nog eens een keer wie deze rellen aanstichten, hè, via sociale media oproepen tot. Ja. En er wordt niet tegen opgetreden. Dat is gelukkig inmiddels is dat veranderd. Er zijn nu de eerste arrestaties verricht. Maar goed, terug naar jouw vraag van wat valt op, is laten we het noemen, de worsteling toch van de autoriteiten. Ja. Ongeacht dan even de politieke kleur, om hoe hiermee om te gaan. En dat heeft toch ook met de tijdsgeest te maken, met wat er in Amerika gebeurt. Met ook in Nederland, waar veel railschoppers, zeker in Utrecht, waar ze bijna allemaal van Marokkaans-Nederlands komaf, maar ook in andere steden lijken er veel, groepen wisselen, maar lijken veel allochtone jongeren deel van uit te maken. En men is dan huiverig om hard in te grijpen, want voordat je het weet heb je een etiket opgeplakt dat je in het kader van je etnisch profileren en goed dat je een bepaalde groep uitzoekt. Dus dat valt op. Het tweede wat natuurlijk opvalt is, waarom gebeurt dit? Ja. Waarom gaan jongeren massaal de straat op om rotzooi te trappen? Want het dreigt ook in meerdere steden. Delft, Amersfoort, Rotterdam. Rotterdam. En je leest dan dingen waarvan je denkt, ja, amahoula, zo van ja, mensen vervelen zich, want ze hebben geen bijbaantje. Ja. Of ze zijn niet, ze kunnen niet weg vanwege corona. Naar het of buitenland. Niet weg vanwege corona. Het is warm, ja, het is warm. Maar weet je, dat is nog geen enkele reden wat mij betreft om de boel op stel te zetten of de politie te bekogelen met stenen om vernielingen aan te richten, brand te stichten, noem het allemaal op. Gewoon crimineel gedrag, hè? Ja. Dat wordt dan een beetje vergoeilijkt. Ook in de media zag ik dat wel. En er was ook een terughoudendheid aanvankelijk. Dat is het derde wat me opviel. Om de zaken te benoemen zoals ze zijn. Ja. Het werd in algemene zin werd er gesproken over jongeren. Terwijl later bleek dat het toch wel een bepaalde groep jongeren is. Ik vind dat je gewoon altijd moet noemen hoe het is. Ja. Daar moet je wel een uitleg bij zoeken dan. Maar als je dingen in zijn algemeenheid blijft beschrijven, zeg ook niet als voetbalsupporters,
een stad op stel te zeggen, zeggen we ook niet burgers of jongeren gaan tekeer in de binnenstad. Dan zeggen we hooligans. Dan zeggen we hooligans. En dan wordt er ook niet gezegd, ja, maar het betreft niet alle voetbalsupporters. Nee, maar wel dit deel. Dus ik vind, noem gewoon zoals het is. Maar vind je dan dat er inmiddels in bepaalde grote steden te veel een cultuur van pappen en nat houden is ontstaan? Nou, dat de afgelopen dagen hebben we gezien dat dat ook wel weer meevalt. Want er is na een aanvankelijke weifeling is er wel alsnog opgetreden. Misschien ook wel onder maatschappelijke druk. En laten we niet vergeten, onder druk van protesterende bewoners in die wijk. Ja. Die zeiden, waarom laten jullie dit toe? Omdat heel veel van die reljongeren, die komen helemaal niet uit de Schilderswijk. Of die komen helemaal niet uit die wijk. Die gaan er naartoe. Acties. Die gaan er naartoe. En dat is reden te meer wat mij betreft om daartegen op te treden. Maar ik heb me toch verbaasd over de worsteling van de autoriteit van hoe hiermee om te gaan. En slaan wij de zaak niet te hard neer als we ingrijpen? Antwoord nee. Nee, want dat in jouw ogen, of althans, moet gewoon reactie zijn. Je kan toch niet zeggen, we gaan maar een beetje de orde handhaven. Of van nou, laat deze groep maar lopen, want anders komen we misschien onder druk te staan. Of laten we hier maar mee gaan praten terwijl ze de boel in de fik steken. Want anders worden die jongens nog verder gestigmatiseerd. Weet je, allerlei rare redeneringen. Als er mensen zich schuldig maken aan crimineel gedrag, dan moet daar volgens mij tegen worden opgetreden. Ja, nou zag ik ook in het artikel vandaag, groot artikel, dat de politie ook soms het gevoel heeft niet genoeg tentakels meer in die buurt te hebben, vanwege allerlei redenen. Zijn we wat dat betreft misschien wel te veel gaan centraliseren met die nationale politie, en dat de steden zelf niet genoeg de regie in handen kunnen nemen? Dat zou kunnen. Ja. Ik weet niet of dat nou de reden is. Er wordt natuurlijk al heel lang gezegd, er moet meer blauw op straat komen en we moeten dieper die wijken in. Kijk, wat wel een rol speelt is dat, maar ik weet niet of dat met de aanwezigheid van de politie te maken heeft of met de veranderende samenleving, dat in bepaalde wijken, in grote steden, de autoriteiten wel de grip aan het verliezen is. Dat is een proces wat al langer loopt. Dat er gesproken wordt over segregatie. We hebben natuurlijk vorig jaar nog een heel rapport gehad over Amsterdam en ondermijning hierdoor. In dit geval door drugsmaffia. Ja. Waarbij ook delen van de stad gewoon ongrijpbaar worden. Dat ging met name ook om Amsterdam-West, meen ik mij te herinneren. Dus de vraag is of meer politie dan de oplossing is. En dat heeft de politie ook wel aangegeven. Dit is niet alleen iets wat je beheersbaar kan maken door de politie met een wapenstok die jongeren van de weg te laten slaan. Hoewel dat op dat moment natuurlijk wel moet gebeuren, maar daar houdt het niet op. Weet je? Je moet wel meer doen en dat heeft mijn korpschef zit Alsing ook aangegeven dat je dat die van midden Nederland is van die dat je meer moet doen om te zorgen dat dit geen veenbrand is. Nee, dus eigenlijk kunnen we zeggen dat we misschien wel de komende jaren hete zomers tegemoet gaan. Nou, ik weet niet of je dan een verband legt met de temperaturen of met corona. Nou, misschien is het here to stay. Dat zou kunnen, maar als het here to stay is, dan zeg ik van, maar dat moeten we nooit accepteren. Je moet altijd optreden als het gezag wordt uitgedaagd of als mensen rellen schoppen. Want als je dan denkt, ik maak me even een pas op de plaats, want dan wordt het erger. Ja, dan is het hek van de dam. En dan krijg je dus wat je nu hebt gezien gebeuren, dat het overslaat naar allerlei andere steden. Dus dat lijkt me in ieder geval geen recept voor herhaling. Dankjewel. Graag gedaan.